Als je aan Noorwegen denkt, kom je al snel uit op de fjorden, vikings en op vissen. En dat laatste, dat is precies wat wij gaan doen. Onze eigen viking Sjoerd Beljaars reist samen met een leger van fanatieke roofvissers af naar Vevang voor een totaal nieuwe ervaring. Het vissen in een van de mooiste gebieden van Europa. Eindeloze fjorden, tal van eilandjes en het belangrijkste, geen brasem te bekennen. Reisbureau Visservice organiseert deze prachtige reis van A tot Z. Wij hoeven ons alleen maar druk te maken om het vissen. Ik ben Michiel Vaar, visgids en verantwoordelijk voor een stukje PR bij Visservice. Ja, de eerste keer mocht ik hier naartoe om te gidsen en ik kwam terecht in een uitmuntend speelveld van diepteverlopen, stroomnaadjes, kelpvelden, zandplaten, wisseling van weersomstandigheden en visserij die je weer gaan niet kent. Ja mensen, hier zijn we dan in Noorwegen, Vevang, tafeltje dekje door Visservice, alles is geregeld, eten, drinken. Wij hoeven ons alleen maar zorgen te maken over het vissen zelf en vandaag is de eerste dag om te gaan vissen, dus we zijn er helemaal klaar voor. Gisteren uitgebreide briefing gehad. Over de huisregeltjes uiteraard, je bent toch met een groep hier. Het uitleggen over het water, de vistechnieken, hoe de visfijners werken. Helaas is de windkracht 6 voorspeld vandaag. Nee, het is echt windkracht 1. Dus we gaan de oceaan op. Daar waar de grotere vissen zitten en waar we kans maken op grote kabeljauwen, denk ik. We gaan ervoor. Let's go. Woehoe. Kraakhelder water. Ja, dan kun je op het Haringvliet of Veluwemeer zo denken van zo, we zien de bodem. Maar dat is hier ongekend. Gisteren is er al gevist vanaf de kant. Er zijn al mooie vis gevangen. En natuurlijk mijn vervelende cameraman. Die staat achter de camera met een hele brede grijns. Die had het gelijk al een hele mooie pollak te pakken. Vandaag is het een ander verhaal. We gaan echt die oceaan op. Dus daar liggen al twee boten met andere mensen van onze groepsreis. En dan gaan we straks vol gas naar de eerste stekker. En ik heb hoge verwachtingen. Ik vind het heel spannend. Goed in zaak. Catch and release. Not catch and freeze. Ja, je kan hier op zoveel manieren vissen. Je kan op een bootje zitten dobberen met een aasje aan de grond. Of je kan werpen, lichtgewicht, zwaargewicht, het maakt allemaal niet uit. Iedere roofvisser kan hier zijn hart ophalen. En met Visservice hopen wij dat wij in de weken dat de mensen hier zitten, dat we ze echt een onvergetelijke week mogen geven. Wat we doen jongens, we liggen hier op een meter of 30. Wat de handigste techniek is om je pielker of je shad te laten zakken naar de bodem. Zodra je contact hebt met de bodem, stukje omhoog halen, metertje, anderhalve meter. Verder nu een grammetje of 80 denk ik, dan kom je goed naar de bodem. Mocht je echt tekort hebben, knoop er wat meer aan. Het gaat om dat je mooi kan diagonaal naar beneden, of mooi kan verticaal. Als je te veel diagonaal gaat, even omhoog halen, wat meer gewicht eraan. Succes, zet hem op. Mensen, we hebben het geluk. We gingen pas naar Black River. Wij vroegen, joh, heb je nog mooie zeemodus? Bo en Sjoerd, we hebben een setje voor jou. Dat is een hele mooie penserie. Die krijgen we te leen van onze Evert van deroofvis.com. Nou ja, het schijnt dus dat we eerst op een plek zijn aangekomen voor schelvis. Het enige wat ik daarvan weet is dat ze onwijs meuren. En dan hebben we pilkertjes voor meegenomen. 30 meter, er staat nauwelijks stroming. Ik heb ze zelfs 150 gram bij me, maar dat wordt denk ik, nou wat zal het zijn? 50 gram. En mensen, natuurlijk. Echt mensen, ik heb een keer een half uur met deze... Met zo'n pilkertje of een lepeltje vissen, met die plasticjes nog om. Maar die ga ik er nu af, want ik wil wel vissen. Ik laat hem altijd vrij vallen, mijn pilker, mijn shad. Er zijn mensen die bij zweren om contact te houden op de lijn. Maar ik denk juist dat het dode moment waarin het naar beneden dwalt, dat er eigenlijk een natuurlijke manier naar beneden zoekt. Dat de beste manier is dat die vissen van onderaf denken, dat is een makkelijke prooi en erop springen. Ja, die mensen waren gisteren al goed bezig, onze Thomas en Mikko. En die vanaf de kant. En nu zien we dat hij een aanbeet krijgt. Het leek echt of hij vast zat, maar dan zie je dat mooie bonk op de hengel. Hij heeft denk ik gewoon een grote vis aan mij. Zal het schelvis zijn? Stel, ik ben Thomas. Ik ben nu voor het eerst mee geweest naar Noorwegen. Ik was op zoek naar een visvakantie om een keer te vissen. En ja, dat was echt super gaaf. Enorm genoten. Voornamelijk het vissen met de lichte spullen hier, dat was wel echt was wel heel tof, een hele nieuwe ervaring. Ja, dat was wel iets wat ons blijft verrasten eigenlijk. Dat is leuk, want ik vertel net dat je lijn optrekt, dat je een dode moment hebt. Maar als het dan te lang duurt, voordat je lijn weer strak komt te staan, dan moet je even snel binnendraaien, want dan hangt er meestal een vis aan. Hoppatee. Een mooi kabeljauwtje. Van 33 meter af. Mijn allereerste hoor. In Vevang. Prachtig. Pilkertje,
50 gram. We zitten op 30 meter water. Als je daar even naar de bodem afzinken en dan een paar slagen. Het is echt niet belangrijk om hem de hele tijd bodemcontact te laten houden. Sterker nog, dan kom je gegarandeerd vast te zitten. Zit je wel vast? Eerst horen boven. Okay. Oh ja, tuurlijk. Nee joh. Alle krachten. Ik kijk altijd even de kat uit de bomen. Wat denk je dat het is? GT, denk ik. Hoi. Laten we even vragen. Ik werk gewoon bij mijn professional. Ah, nee joh. Los. Michiel, jij zei van ja, ga even rustig. Hij had 7 uur, hij had kelp. Dat geeft ja, niks. Hoor. Ja. Jongen. Ja, wacht nog even, want Bo moet nog de camera pakken. Puh. Je wil je lijn strak. Je moet al je lijn strak houden. Nee, dat deed ik niet, gelukkig. En zoals jullie gewend zijn van Sjoerd, weet hij ook in het buitenland zijn eerste vis vakkundig te verspelen. Gelukkig komen er nog genoeg kansen. Ook voor Sjoerd Beljaars. De visserij hier te plaatsen is echt geënt op roofvis. Alles heeft tanden. En het is echt altijd op jacht naar elkaar. Vissoorten zoals kabeljauw, leng, polak, lom, koolvis. Natuurlijk de bekende platvissen zoals de heilbot, tarbot, rog, haaien. En ja, dat maakt het echt super tof. Ja mensen, we zijn hier op een prachtig stek aanbeland. Echt zo'n rot. Hier gelijk diepte eronder. Ik hoorde net Michiel ook vertellen dat er onder de boot heel veel vis zit. Bo en Sjoerd zijn al succesvol geweest. Ik ga nu vastgooien. Nou ja, het is een kwestie van laten zakken. Even één keer tot de bodem, hoor ik net. En dan... Nee, niet tot de bodem. Niet tot de bodem, hoor ik. Ik word gecorrigeerd. Ja, dat zijn die pollak, hè. Dat zijn echt niet vissen die zo nodig tegen die bodem aanplakken. Zitten meer echt tot het halve water. Houden van steile rotswanden. Onze Thijs van Rozemeijer die heeft ons voorzien van een heel finesse hengeltje voor in Noorwegen. Ja, daar is helemaal niks mis mee. Ja. Oh, wat een lekker aanbeet. Nice, tijdens het zakken. Oh, wat kijk, wat vet jongens. Kijk eens op zijn lichtstokje. Ja, dit is waarschijnlijk een, noem je die beesten? Een duivelsvis of zo. Een valsgehaakte zebrasem. Nee hoor, het is pollak mensen. Het is gewoon pollak, zo waar. Applaus, ik hoor je applaus. Een staande ovatie. Een erehaagje. Het wordt leuk onder de douche vanavond. Kijk eens mensen. Kijk die grote ogen. Dat is wel opvallend. Op plaatjes vind ik koolvis en pollak heel moeilijk uit elkaar te houden. Maar als je ze in levende lijven ziet, dat is sperma. Dat is sperma. Ja. Even proeven. Ja, sperma. Een bekende smaak. Een bekende smaak. Ik proef niks geks. Ja mensen, dit is echt waanzinnig wat hier gebeurt. Echt dit stuk hier zo, de punt van de rots. We gaan er nu weer even heen varen, want je merkt wel, als je er van afdrift, wordt die aks wat minder. Maar het gebeurt echt daar. En het is niet dat ik een wandelende encyclopedie over pollak ben. Maar ik weet wel, ik heb wel gehoord dat ze inderdaad graag tegen die steile wanden aan liggen. Nee, dat is veel voedsel. Weet, jongen, weet je alles. Weet ik alles. Word je gids. Een bioloog. Ja. Een bioloog. Even verderop liggen Mico en Thomas, die net als wij met snoekbaarsmateriaal aan de slag zijn. Eerder ving Thomas zelfs al een pollak op een topwadder. Iets wat zelfs de visgidsen bijzonder vonden. Kijk, eindelijk een echte. Kijk jongens, dit zijn ze. Licht materiaal. Nu op de monding van zee naar het fjord. 42 gramse setje. Werpend boven de plantjes. Zulke vissen vangen. Niks moois. Nou, lagen vanochtend in het fjord. We zijn nu een stukje naar buiten gevaren. Hebben we de onderwaterbergen en bovenwaterbergen op zee gevonden. Nou, en dan vissen we een shedje richting de bergen. En dat resulteert in mooie pollakken. Mooie pollakken. Nou, mag je weer zwemmen. En het werkt. Hangt die ook bij jou? Ja hoor, bij jou ook. Mooi pollakje. Lichtvissen tussen de rotjes. En af en toe volgen er ook nog wel grote vissen. Gooi erin, laat hem heel veel paar tellen zakken omdat we op een hele ondiepe bank staan. En dan beginnen we rustig met draaien, optikken. En dan zo af en toe tikt er dan één tussendoor. Wat inderdaad een groot verschil is met het snoekbaarzen, is dat de pollakken hier en in elk geval op dit moment
ook wel veel je shad pakken tijdens het binnendraaien. Dus het is eigenlijk wat je met snoekbaars doet, doe je 2-3 slagen en dan laat je hem weer naar de bodem zinken. Hier kan je hem gerust een paar slagen binnendraaien en dan ineens voel je weerstand en ja, dan hangt er een mooi pollak aan. Nou, en ik denk dat de teller nu gewoon richting de 40, 50 vissen gaat in de boot. Dus dat zijn aantallen die je natuurlijk graag wil vangen als je zo'n mooie reis maakt hier naar Noorwegen. Yo, vis. En we gaan het allemaal gaan. Nou, mooie worp strak tegen een kantje. En Michiel vertelde ons ook, daar liggen kelpvelden. En je voelt ze ook mooi liggen. En dan is het truc dat je ze mooi langs het kelp laat afzakken. Nou, en deze ook, die pakte hem op het eerste zweefmoment langs het kelp. Vlak tegen het eiland aan. Nou, en zo te voelen is het weer een mooi pollak. Ja, het is een mooie pollak. Het mooie aan deze locatie in Vevang is dat op het moment dat het hard waait, vanuit welke windrichting dan ook, je kunt bijna altijd kommetjes opzoeken waarvanuit je kunt vissen. Het fjord is aan alle kanten omringd door bergen. En dat is wel uniek aan deze locatie in Noorwegen. Want er zijn natuurlijk heeft Noorwegen meer mooie locaties waar je kunt vissen. Maar juist dit fjord staat echt op bekend om een visserij die bijna alle dagen mogelijk is. We gaan vissen op pollak. Toch? Pollak, ja. Dus er ligt hier een hoop pollak. Klein westernshedje. Shetties. Met een snoekbaars hengeltje van Rozemeijer. En dan gaan we even kijken of het zo lukt. Dus we werpen hem uit. Dat is echt een kut hoor. Nee, wat je doet, het is hier 1,06 meter nu onder de boot. Je laat je shed een klein beetje tot half water zakken. En dan spin je hem gewoon binnen met af en toe een pauze. En dan is het idee dat hij erop klapt. Klein tikkie. Het gebeurt vaak dat je eerst 1, 2, 3 tikjes krijgt en dan de derde keer pakken ze hem wel fatsoenlijk. Ja, oh, los! Zo! Ja, oh, recht voor de boot. Ja, oh, recht voor de boot. Recht voor de boot, ik zag hem erop klappen. Dit zijn goede maten, ja. Maar ze volgen dus denk ik ook best wel ver, hè? Want het gebeurt best vaak dat ze hem echt recht voor de boot nog pakken. Ja, ze gaan nog wel vragen. Ja. Hoppa, double hook up. Dat is hem. Dat is hem. Pakte hem hier recht voor de boot. Het is 10 meter diep, je ziet de bodem. Je ziet er een schim achteraan komen. Boom. Fucking vet. Als je de truc eenmaal door hebt in dit gebied, lijkt het wel aanbeter te regenen. We vangen de een na de andere mooie vis en zelfs Sjoerd weet af en toe beter te krijgen. Het gaat echt helemaal los hier, joh. Elke worp vis. Dat is een iets kleinere vis, denk ik. Sjoerd, jij moet ook gaan vissen, man. Ja, ik heb al zoveel gevangen, man. Zeker al 2. Een kleintje? Nee. Ook weer een goeie. 3 tegelijk. Oh, de visgids vangt bodem. Allemaal helemaal weg, hè, die shads? Ja. Bizar. Dit is een goede source. Ja. Dit is een lekker formaat om te vangen. Goed, hè? Ah, super, super. Wat een visserij. Dit is iets. Dit kun je dagenlang achter elkaar blijven doen. Deze vissen blijven vangen. En het gaat niet vervelen, dat weet ik echt heel zeker. Gekhuis hier. Gekkenhuis, echt de ene na de andere aanbeet. Knallen de kaart op. Superleuk, we zijn hier met een hele groep onder de vlag van Visservice. En die zorgen voor een totaalpakket. Dus alles wordt gefixt. En het vissen moet je alleen zelf doen. We zijn dus met een groepje en daar heb je altijd wat rotte appelen tussen zitten, natuurlijk. En dat is. Hier hebben we er een aan boord die vangt veel te veel vis natuurlijk. Hè, Sjoerd? Ja, het gaat lekker. Het gaat lekker. Aanbeetjes. De een na de ander, ja. Het is echt ongekend. Ja. Je gooit hem in. Je laat hem een beetje zakken, je haalt hem weer in en na 3-4 keer dat je dat zo herhaalt, dan klappen ze erop. Kun je het niet wat moeilijker maken? Nee, het is heel simpel. Simpeler kan niet. Ja, maar dat is het wel, mensen. Het is echt. Het is echt simpel. Niet normaal. En vissen nu, wat is het nu, Michiel? Het is een meter. Een meter of 9. Ja, we zien af en toe ook de bodem. En die pollakken, die hebben er gewoon zoveel zin in vandaag. Dat we Michiel een klein beetje over vragen, ja, wat gaan we nog meer doen vandaag? Het is echt luxe. Het is ook prachtig om vandaag kijken. Hoppatee,
Onze shirt staat de een aan de andere te doen. Die heeft het trucje wel heel goed door vandaag. En het zijn ook echt allemaal mooie formaten. Het is echt niet dat je zegt van nou, het is allemaal een klein gerut. Ah, wel jammer van die aanbeten, die zijn een beetje soft, hè? Ze vliegen erop. Ja, echt, hè? Inderdaad, dit is nog een van de kleinere. Ze zijn nog 2-3 slagen groter, sommige. Ja, hè? Ja, maar het is echt, is echt ongekend. Echt een hele mooie vis. Tel zijn we kwijtgeraakt, Sjors. Daar gaat hij weer. Lekker zwemmen. We hebben hier aanbeten gehad. Maar ze zijn eigenlijk zonder uitzondering snoeihard. Het mooiste natuurlijk als het vlak hier voor de boot begint, heb je minder lijn uitstaan. En dan heb je nog meer gevoel. Maar dat maakt niet zo uit. Dus ik vind het ook echt heel vet. Ver uitgooien en daar laten zakken en daar al gelijk erop klappen. Dat is zo next level. Op die bodem heb je heel veel kelp liggen. En ik denk dat ze bijna als een snoek daartussen liggen. En als zij iets boven hun zien langs vliegen, ja, dan komen ze uit hun schuilplaats en dan vallen ze het vol overgave aan. En dat resulteert vaak in die snoeiharde aanbeet. Visservice heeft een uniek all-in concept waarbij wij vinden dat de visser centraal moet staan. Als een visser een reis boekt bij ons in Noorwegen in dit geval, dan willen wij dat zij ontzorgd worden. Dus wij regelen de tickets, het vervoer, het eten, drinken, brandstof. Wij halen ze op en de hele week hoeven ze zich maar over één ding druk te maken. En dat is of ze vis zullen vangen of niet. En ook daar hoef je je niet druk om te maken. Vis ga je hier hoe dan ook vangen. In bizarre aantallen. Ja, ja, echt vlak voor mijn neus. Zo. Lekker. Ik zag hem er gewoon opklappen. Kijk jongens. Ja. Oh, kut. Zo. Ja, dat zijn gewoon echt geen verkeerde vissen. En dan met deze scenery mensen, de Atlantic Road. Een van de mooiste autosnelwegen van ter wereld werd me verteld. Dus wel bij het Noorwegen.nl zag ik dat staan, maar goed. Super mooi, hier pest die stroom in zich doorheen. Een autoweg die zich over allerlei eilandjes, die dit eigenlijk hebben, want daar is het fjord en daar de oceaan. En hier een pollak. Je zou denken dat je na het vangen van 100 pollakken de man niets anders dan dat meer wil doen. Maar als dan blijkt dat we kans maken om haai te vangen, is zelfs Sjoerd snel overstag. De enige vraag die overblijft is of Sjoerd ook de eerste haai gaat lossen. Bijzondere stek dit. Eigenlijk een rif en daar is de oever en hier heb je eigenlijk een soort gul lopen. Ja, die steile kant van dat rif is natuurlijk heel interessant voor die pollak. Maar wat we ook hebben gehoord is dat hier regelmatig haai wordt gevangen. We hebben het over doornhaai. We hebben al aardig wat soorten op de camera staan. Maar ik heb nu een montage gemaakt. Eigenlijk een soort bijengel, die gaat straks overboord. Een reepje vis erop van een klein koolvisje. Een 100 gram loodkop heb ik de haak van afgeknipt. En die hangen we een meter of 3 boven de bodem, 4. En dan eens kijken of we daar een haai op kunnen vangen. Hoe bruut zou dat zijn? We gaan het zien. Kijk, ja, het is niet normaal jongens. Hier ook weer die pollak. Het is gewoon een plaag. Het is een plaag. We wachten even tot wat dieper water. En dan hangen we deze overboord. Als de heren klaar zijn met drillen. Het is echt, het is een gekhuis weer. Die pollak, dat blijft me verbazen. Ik heb echt water meegemaakt waar ze pittig waren. Maar hier, ik hoorde net Michiel ook al zeggen van dit is wel vrij uniek dat er zoveel pollak wordt gevangen. Wat een vis hier. Ongelooflijk. Inwerpen en binnenhalen en meestal met vis. Het is echt bizarre brute visserij. Maar voor jou ook ongewoon toch? Dit ja, heb ik... dit is ongekend. Echt pollak vangen is hier absoluut geen uitzondering, maar dit soort getalen. Met iedereen op de boot om de haverklap gewoon, ja, het is gewoon binnenhijsen, maar alsof je in een witvisvijvertje bent. Ik vind dat je maar dan overdrijft. Met rovers. Ja, het is, ja, kijk, het is echt onwijs bruut en sterk, jongen. Ja. En ja, dus zwemmen ze het is overigens, we zitten nu bij drop van het rit, dus je kan zo ook dat haaituigje nog laten zakken. Als je er aan toe bent, Sjoerd. Ja, die van mij heeft zich vastgezwommen in het kelp. Moeten we terug? Nee. Heb je spanning al van de lijn gehaald? Ja, dan is het even kijken of ze zichzelf nog loszwemmen uit het kelp. Het is echt heel thuis spul. Daar hebben ze kleding van gemaakt. Daar heb ik als ondergoed aan nu al. Van een bijzondere trip. Ja, die van mij heb ik weer te pakken. Jezus Christus. Ja, 3 dubbele aanbeten. En het is geen uitzondering meer na deze week. Echt ongekend. Wordt weer even afkicken in Nederland straks.
kijk eens wat een prachtige vissen. Helemaal weg, de shed steeds. Ik weet niet wat er hier onder water gebeurt, maar het is echt een compleet gekkenhuis. Grote ogen, ja, dan ontgaat ze helemaal niks natuurlijk. Ik zeg het ook wel eens op het zoete water, je zal maar een aasvisje zijn, maar dat is hier hel gewoon. Ongelooflijk. We liggen hier bij het rif. Daar liggen die polakken opgestapeld met z'n allen. Ook een kabeljauw, koolvis. En hier dit gedeelte staat echt wel bekend dat er ook haai kan zitten. Dus we gaan even kijken met de montage of er eentje kunnen lokken. Laten we hopen dat ze iets kleiner zijn, iets minder agressief van aard. Nee joh! Maar een doornhaaitje zou toch wel even leuk zijn om deze dag nog een beetje af te maken. Ik ben even met een grotere chat aan het spelen. Ook op andere bodembewoners. En bij Sjoerd, bij de bijhengel, hangt nu echt een stuk vis. Om te kijken of wat gebeurt. En er gebeurt er wat. Heb je al direct actie? Ja. Nee joh, dat meen je niet. Hangt hier een vis? Er zit gewoon een vis aan. Weer een polak? Ja, ik durf het niet te zeggen. Zou dat echt haai zijn? Serieus? Nee joh, kijk dan. Nee joh! Kijk dan, ook nog een andere nachter. Een volger. Bizar. Kijk dan hoe ziek. Dit is een doornhaai. Ja, die moet je niet in die doorn pakken. Echt op bestelling hier mensen. Echt op bestelling. Wil je hem zelf pakken of zal ik hem even eruit pakken? Ik ga het zelf proberen. Ja? Wil je mijn handschoentje even aan? Leuk. Dus kijk er vooruit. Het beste kan je bij zijn staart pakken. Oké. Okay. Achter die doorn. Niet. En dan nee. Ondersteunen. En als je hem dan zo vasthoudt, laat het even zien. Kijk Bo, als je hem even filmt, moet je hem zo pakken en dan kan je een mooie foto maken. Doe maar even Sjoerd. Hij is weg. Pelt hij? Is dit een leader? Is dit een touch? Heb je hem aangeraakt? Maar, goede nieuws, en het gebeurde allemaal heel snel. Laat zakken. Ja. Hup, naar beneden. Je weet zitten er meer. Er kwam er nog eentje achteraan ook. Ja, serieus. Gebeurt dat ook vaker? Nou, dat zal vast vaker gebeuren, maar dit is wel heel bizar. Zo, kutzooi. Story of my life, mensen. Ja. Hierna ga ik een braas vervangen, dus hou je vast. Dat zal wel lukken, denk ik. Nou, ik laat hem de bodem zakken. Ik heb hem nu een paar slagen eroverheen gedraaid, of naar boven. Ik hoop dat het weer zo snel gebeurt. Maar dat was niet normaal. Het was echt, wat was het, een minuutje. Want ik was weer bezig met die pollakhengel om die gereed te maken. En ik zag gelijk de top al en daarna hoorde ik de slip al een beetje gaan. Dus die zet ik heel licht. Maar ik denk dat het verder qua andere vissen, als er zoveel haai zit, vraag ik me ook af wat er nog op de bodem rondhangt. Ik denk dat ze wel uitkijken. En als we iets vangen, moeten we denk ik snel optakelen. Wat kan je dan soms aan een dag vissen balen van één losser? En hier, los, we gaan weer door. Nou, ik baal er toch wel een beetje van begin. Ik wil er straks wel even... We gaan het er vanavond uitgebreid over. Zo! Kijkers, hallo! Onze Gunther. We hebben Gunther genoemd, want we hebben twee Christen in de groep. Dat werd ongemakkelijk. En dat zorgt ervoor de nodige verwarring. Maar onze Gunther die staat een hele dikke vis te drillen. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Ja, ik heb ook vis. Moet ik even zijn mijn zender weer plakken of niet? Ja, we staan naar Gunther te kijken. En ondertussen sta ik hier ook gewoon een mooie vis. Die is wel minder. Ik denk dat. Ik ga hem gewoon Chris noemen weer, dat is makkelijker. Maar die heeft ook gewoon echt een dikke vis eraan. Zo jongens, dit is echt ongehoord wat hier in dat water rondzwemt. Beuk op de hengel. Die aanbeet is hard hè? Echt ongehoord. Ik zag het man. Ongehoord dit. Waar denk je aan? Ik denk een haai. Ik denk dat het een haai is jongens. Niet. Kijk dan joh. Nee. Dit is een... Dit is een, zeg het maar. Leng. Een leng. Dit is gewoon een leng joh. Hop. Nee, het is zo lastig. Wordt even tussendoor gevangen. Ongelooflijk. Ja. Oh fuck. Ja, geweldig. Oh, en dan hadden we een leng. Oh, en dan hadden we een leng. Fantastische leng, lekker diep weggetrokken. Beuk erop als geen andere. Chaos. Super mooie vis hier. Chaos. Top. Jawel, hi. 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 Ja. Hi, luister. Kijk mensen. Zomaar op bestelling hier. Fitservice, veevang. We willen haai, dan vangen we haai. Net eentje gelost, maar nu hebben we hem. Kijk die doornen. Ja, daar zat ik dus net bijna in. Andere pin ook, ja.
Dus wat? Rugvin ook, daar zat je bijna in. Oh, in die rugvin. Ja. Het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Prachtige beesten, zeg hé. Wat gebeurt hier onder water? Zo. Lekker, bam, maat. Zo top, zo top. Dit is een heel bijzonder stukje dit. Dus wat ik zei, echt een soort... Ja, daar de oever, hier een rift wat er loopt. Je ziet het soms wel omhoog komen. En daartussen, ja, het is gewoon een snelweg voor vis. En ja, alles zwemt er. We hebben ook al wat kabeljauwtjes gevangen. Heel veel pollak, kleine koolvis. En dan deze vis er tussendoor. Die was nog nieuw van ons. De doornaai. Groen vinkje. Iedereen kan goed met elkaar. Je krijgt geen groepjes. En, ja, het is gewoon super gezellig. Ik had er zoveel zin in. Dat is gewoon elke keer op de weerkaart kijken en dingetjes. Dus voor mij is vismoment de gehele trip. Ik doe zelf het meeste baarzen. Dus dan als je dan zout waart, dan mag snoepbaarzen. Dat is wel heel tof om te doen. Mocht je denken, dit is wat voor mij, zo'n reis naar Noorwegen. Of je nu veel of weinig ervaring hebt, of je alleen wil reizen of met een groep. Dat maakt allemaal niet uit. Je kunt een kijkje nemen op www.visservice.nl. Daar staan al onze contactgegevens. En wij helpen je graag verder naar ja, jouw droomvakantie. En of het nou hier is in Vevang of een van onze andere topbestemmingen. Dat maakt niet uit. Je kunt een kijkje nemen. En voor alle vragen staat de deur open.